Of het nu gaat om het mentale welzijn van kinderen en jongeren, of de relaties die ze hebben met hun ouders, met leerkrachten bijvoorbeeld, met mensen uit hun vrije tijd, of hun een stem geven in de maatschappij, of ze daar goed in laten voelen, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die aan bod komen in de opleiding en ook in de job die je, ja, die je later gaat uitoefenen. Wil jij later graag met kinderen, jongeren en gezinnen werken? En interesseren de vakken zoals psychologie, pedagogie, sociologie, criminologie jou? En heb je ook wel een uitdagende job nodig later? Wel, dan is een professionele bachelor sociale readaptatiewetenschappen, kinderen, jongeren en welzijn misschien wel iets voor jou. Als opleiding vragen we best wel veel inzet en engagement. Studeren in een professionele bacheloropleiding is vergelijkbaar ongeveer met een voltijdse job. Kinderen en jongeren die verdienen natuurlijk hele goede jeugdprofessionals. Maar we laten jullie daar natuurlijk niet bij alleen. De opleiding SRW staat wel gekend als een opleiding waar de lectoren professioneel nabij zijn. Bij ons ben je geen nummer, maar wel een mens. In SRW leren we je alles over de relatie tussen ouder-kind, tussen opvoeder-kind. En we leren je dat door theorievakken, namelijk dat je met studenten in een aula zit samen. Of praktijkvakken waar je in een kleinere klas zit met een 20-tal studenten en waar je dan aan de slag gaat samen met je docent. Of je stage waar je in het echt eigenlijk leert, je vak leert. Overal waar de kinderen en jongeren aanwezig zijn, dat kan zijn in gezinnen. Organisaties die gezinsvervangend zijn, scholen bijvoorbeeld, buurten, vrije tijd. Ja, daar zijn jeugdprofessionals actief aan de slag. Neem zeker eens een kijkje op deze website en dan kan je zien hoe je samen met ons van alles kan leren over kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar oud. We hebben onze opleiding opgedeeld in 6 leerlijnen en 1 groeipad. En onze collega's leggen daar alles over uit in de video's die je ook op onze website kan vinden. Kijk zeker ook naar de opnames die gemaakt zijn van onze laatstejaarsstudenten op een stageplaats. En zo kan je eigenlijk zien wat dat jeugdprofessional wat dat inhoudt en ook het brede werkveld waar dat je in kan terechtkomen.